Hallo en wat's up beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber. En een van de laatste filmrecensies die ik dit jaar ga maken. Ik was niet zeker of ik de laatste paar films die ik heel graag nog wou zien echt zou kunnen kijken voor de jaarwisseling om was. Ik had gewoon voor lange tijd te weinig geld en of de gelegenheid om ze te gaan bezoeken in de bioscoop. En degene die ik wel kon kijken thuis, daarvan wist ik dat die zo fraai waren dat het een verspilling zou zijn om ze op een klein scherm achter me te zien. Maar de tijd begint echt te dringen. En gelukkig dankzij de cadeaus die ik met de feestdagen en mijn verjaardag heb ontvangen, kan ik in ieder geval twee van de belangrijkste gaan recenseren. De video die hierna gaat komen is Avatar, The Way of the Water. Die ga ik morgen bekijken in IMAX. En dan hoop ik dezelfde dag er nog een recensie over klaar te hebben. En de film die we vandaag gaan bespreken is het vervolg op Rian Johnson's succesvolle whodunit Knives Out. En dat vervolg heet Glass Onion, A Knives Out Mystery. Wederom geregisseerd en geschreven door Rian Johnson zelf, wiens werk we inmiddels allemaal kennen van onder andere Star Wars The Last Jedi en Looper. En een paar afleveringen van Breaking Bad. Deze film was helaas niet te zien in de bioscopen hier in Nederland. Hij is een paar weken wel in de bioscopen wezen draaien in Amerika, voordat hij op Netflix werd gezet. En gezien hoe fraai de stijl van Rian Johnson kan zijn voor het grootste deel van zijn filmografie, vond ik het echt vreselijk jammer dat ik deze niet op het grote scherm kon zien. Wat wel mogelijk was bij zijn voorganger. Maar ik heb me er alsnog aan gewaagd, omdat dit een film is die mogelijk in de top 10 van 2022 kon belanden. En ik wou die kans echt niet laten ontglippen om een top 10 video samen te stellen waarin Glass Onion dus zit verwerkt. En ik heb hem dus bekeken op mijn kleine prutschermpje. En ik kan gelukkig zeggen dat het inderdaad een heel fraaie film is, die ik zeker wel tot de beste van afgelopen jaar reken. Het is niet zo goed en vloeiend als de eerste Knives Out. Dat ligt aan diverse beslissingen die Rian Johnson heeft gemaakt met betrekking tot het script en het tempo. Maar daar ga ik wat dieper op in bij het bespreken van de categorieën. Voor ik daaraan begin wil ik jullie een van mijn verjaardagscadeaus laten zien. Een speciaal Star Wars shirt met onze kleine baby Yoda, oftewel Grogu, erop. En eronder staat Unknown Species. Vond het heel leuk. Ik had al om shirts met een speciale opdruk gevraagd, want die vind ik het leukst om te dragen. En die heb ik nu aan voor jullie bij het bespreken van deze film. Allereerst het acteerwerk. Daniel Craig is terug als detective Benoit Blanc, een rol die hij al eerder vertolkt in de eerste Knives Out, met groot succes. Je kon echt zien dat hij enorme lol erin had om zo'n dolkomische privé detective te spelen na jaren van serieuze rol als James Bond. En met name zijn zware en bizarre Kentucky accent was echt geweldig. En zijn vocabulaire wist je ook continu te verrassen en te laten hinniken van het lachen. Ik heb behoorlijk wat films gezien met Daniel Craig erin. Niet alleen al zijn Bond films, maar ook dus Defiance en The Golden Compass. En die film van Steven Spielberg waarin hij een Joodse aanslagpleger speelde. Ik ben de titel even kwijt. Ik heb een hoop gezien van waar Daniel Craig tot in staat is, van zowel subtiel acteerwerk als een wat extravaganter optreden. Ik heb een heel scala aan emoties in zijn carrière langs zien komen. Maar ik ben goud eerlijk als ik zeg dat in Glass Onion hij het beste optreden in zijn hele carrière geeft. We leren hier het karakter van Benoit Blanc een stuk persoonlijker kennen. Niet heel diep, maar hij is hier nu veel meer front en center in vergelijking met de eerste Knives Out. Daar was hij vooral een essentieel instrument, maar ook gewoon duidelijk een bijrol die het plot binnen kwam wandelen als
hij gewoon essentieel was. Hier is hij overduidelijk echt de protagonist. Die niet alleen een moordzaak ter plekke op moet lossen. Maar ook echt gewoon wordt gevormd en veranderd door de omgeving waar hij is. En de mensen met wie hij zich omringt. Hij is nog steeds razend grappig met dat accent van hem. Hij krijgt ook een paar verrassend emotionele en kwetsbare momenten. Waarin hij zowel echt heel veel woede en frustratie toont. Als gewoon diep verdriet en teleurstelling. Hoe dat precies komt is moeilijk over uit te wijden zonder veel spoilers te geven. Zeker bij een whodunit is het best wel tricky er een goede recensie over te maken. Maar je kan absoluut van me aannemen dat Daniel Craig echt een genot is om naar te mogen kijken in deze film. Ik denk dat het heel moeilijk voor hem wordt nog in de komende jaren om een optreden als dit te overtreffen. Tenzij hij in de derde Knives Out film die gaat komen er even nog een trappie hoger beklimt. We zullen zien. Hij wordt weer omringd door een heel ensemble van bizarre en bontgekleurde karakters. Die peperdure cast bestaat uit Edward Norton, Janelle Monáe, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Dave Bautista, Jessica Henwick en Madeline Klein. Net als in de vorige film vrijwel allemaal stuk voor stuk heel getalenteerde acteurs die een super grote variatie aan karakter spelen. Ik kan nu alvast zeggen dat ik ze bij lange na niet allemaal zo memorabel en impactvol vond als in de eerste. In de eerste werd elk karakter zo zorgvuldig opgebouwd dat hoe klein zijn aandeel ook was, ze echt allemaal wel gewoon bijbleven op een manier die zowel humoristisch was als gewoon spannend en essentieel in het hele plot. En natuurlijk een goede whodunit, die weet elk karakter dat erin zit essentieel te maken. Maar ik had het gevoel dat dat hier niet helemaal het geval was. Met name het karakter van Jessica Henwick vond ik nogal verspeeld hier. Je kon haar er makkelijk uitschrijven en dan was er echt bar weinig veranderd. Wat ik vreselijk jammer vind, want ik heb gemerkt dat Jessica Henwick in haar carrière de laatste jaren heel vaak die ondankbare kleine bijrollen krijgt waarin je kan zien dat ze heel veel in haar mars heeft, maar gewoon niet genoeg te doen krijgt om dat tot het maximale te benutten. De enige rol wat daarop een beetje een uitzondering was als Bugs in The Matrix Resurrections. Dus ik hoop echt dat ze in de komende jaren gewoon die grote rol krijgt die haar gewoon front en center zet. Zoals Ana de Armas in de eerste Knives Out, die gewoon iedereen omver blies met hoe goed ze deed. De hoofdrolspelers naast Benoit Blanc in deze ensemblecast, dat zijn vooral Edward Norton en Janelle Monáe. Edward Norton speelt een rijke tech-gigant, behoorlijk excentriek. Er worden al op het internet veel vergelijkingen getrokken met Elon Musk. Maar Johnson die schreef deze film ver voor alle controversie met Musk een hoogtepunt bereikte met het kopen van Twitter. En als ik eerlijk ben, die gelijkenis viel me absoluut niet op. Als ik naar een film kijk met Edward Norton erin, dan richt ik me gewoon vooral op hoe goed speelt deze man. Want in de juiste rol, met de juiste regisseur om hem te ondersteunen, is Edward Norton echt gewoon een vurige aanwezigheid. Hij speelt hier een stuk komischere en luchthartige rol dan we normaal van hem gewend zijn. Hij is degene die de hele ensemblecast uitnodigt op zijn privé-eiland. Een privé-eiland met een reusachtige glazen ui of glass onion aan de top. En één van die gasten is Benoit Blanc. En hij nodigt ze allemaal uit omdat het stuk voor stuk oude vrienden en zakenpartners zijn. En vraagt ze om mee te doen in het oplossen van een moordspelletje waarin hij zelf het slachtoffer wordt. Nou, je kan vast al raden waar dat heen gaat. En wanneer er een echte dode valt, wordt het natuurlijk heel flinke soep. Ontstaat er paniek en moet iedereen alle zijden bijzetten. Met name Benoit Blanc om uit te vinden wat er nou precies is gebeurd. En waarom iemand reden heeft om één van
de personen in deze cast onder de zoden te leggen. Edward Norton's rol lijkt aanvankelijk niet een heel verrassende of uitgebreide. Hij speelt hem goed genoeg dat hij gewoon prima realistisch en menselijk overkomt. Het is iemand waarvan je makkelijk kan denken, ja, zo'n vent zou je echt wel kunnen tegenkomen. Die is inderdaad excentriek genoeg om zo'n soort uitje op te zetten en in zo'n bizar peperduur privé-estaat te wonen. Maar naarmate de film vordert, net als een glass onion zelf, wordt laagje voor laagje meer duidelijk over dit personage. En dat hij heel anders is dan je aanvankelijk zou denken. Ik dans er nu flink omheen, maar dat is echt alles wat ik kan zeggen zonder flink te spoileren. Ik vond in ieder geval dat Edward Norton deze rol heel leuk deed. Met name zijn gezichtsuitdrukkingen van schok of verbazing. Hoe die dan plotseling vervormen in op de raarste manieren. Hij kwam echt even heel dicht bij zijn eigen versie van Jim Carrey in Glass Onion. En ik vond hem echt gewoon heel leuk hier. Hij was prima gecast. En dan Janelle Monáe, die ik vooral ken van haar optreden in Hidden Figures. Ze is een actrice die ik stelselmatig in films heb zien terugkomen de afgelopen jaren. Maar ze gaf nog niet een optreden waarvan ik echt dacht, wauw, deze vrouw heeft echt een gouden toekomst voor zich. Hier in Glass Onion lijkt ze eindelijk dat niveau bereikt te hebben. Net als Ana de Armas is ze cruciaal in de ontwikkelingen van het super complexe plot met een hoop twists en verborgen lagen. Echt wel à la Rian Johnson. Ook zij lijkt aanvankelijk een vrij simpel personage met een duidelijke agenda of chip op haar schouders. Heeft zo haar eigen redenen om zich onder deze gasten te begeven. En een hoop signalen lijken aanvankelijk te wijzen dat zij meer weet over de moord die gepleegd wordt dan ze aanvankelijk laat blijken. Maar dan zo halverwege wordt de hele film compleet op zijn kop gezet en krijgt haar karakter een rol die ik voor geen meter zag aankomen buiten wat ik van andere recensenten zoals Chris Stuckman over deze film had gehoord. Ze is echt fascinerend en ijzersterk hier, gegeven de aard die haar rol uiteindelijk aanneemt. En ze is naast Daniel Craig echt wel de beste speelster in dit hele ensemble. Echt super indrukwekkend. De rest van de ensemblecast die is prima in vorm. Catherine Hahn, die we kennen van haar rol als Agatha Harkness in WandaVision, die is heerlijk opdreef als excentrieke linkse politicus. Eén van de dingen waar Catherine Hahn echt heel erg goed in is volslagen paniek of zelfingenomenheid vertolken. En dat doet ze hier zeker. Ik vond het echt geweldig elke keer als ze zo'n moment had. Maar wie ik echt gewoon boven alles uit vond stijgen van deze bijrollen was Kate Hudson als het karakter Birdie J. Ook een vrij simpel personage. Een rijke luisdame die echt heel weinig verantwoordelijkheid heeft en gewoon van alles op het internet post zonder na te denken over de gevolgen. Het is echt gewoon het type rijke witte vrouw die heel gemakkelijk op je zenuwen kan werken vandaag de dag. Maar Kate Hudson heeft duidelijk zo'n plezier in hoe ze deze rol vervult. Ze is gewoon een extravagant feestvarken gedurende het hele plot. En dat speelt ze met zoveel energie en uitbundigheid zonder dat het ooit irritant wordt. Ik kende haar hiervoor alleen van de film Other Horizon en daar had ze de vrij ondankbare rol van de vrouw van de mannelijke held die thuis moet afwachten tot ze nieuws hoort. Hier krijgt ze echt veel meer tijd om te shinen en ze maakt daar gelukkig maximaal gebruik van. Ik heb met deze film meteen heel veel respect gekregen voor haar als actrice. Wie weer een beetje buiten de boot valt, net als Jessica Henwick, was Dave Bautista als het personage Duke. Dave Bautista is een personage die echt exact de juiste rol en begeleiding nodig heeft om gewoon een heel goed optreden uit hem te krijgen. De laatste jaren in zijn rol als Drax in Guardians
of the Galaxy of al... Of in goedkope actiefilms, daar lijkt hij of te slaapwandelen, of hij lijkt gewoon heel geforceerd komisch op te treden, wat maar de helft van de tijd werkt. En ik keek daarom al een hele tijd uit naar of een regisseur die gewoon wist hoe hij Bautista moest inzetten, of dat hij gewoon in een film ging spelen waar hij een heel serieuze, prefereerbaar hoofdrol toebedeeld kreeg. Hier dus helaas niet de hoofdrol en ook niet bepaald een serieus personage. Hij is een heel erg rechtse macho man met een heel erg onzeker en fragiel ego. Echt een internetpersoonlijkheid en influencer die heel veel protst en opschept over de waarde van mannelijkheid in de moderne tijd en hoe vrouwen zich niet... Zo moeten aanstellen, et cetera, et cetera. Dit is echt zo'n karakter waar direct je ogen van gaan rollen. Maar Bautista, die speelt het goed genoeg dat je echt gewoon gelooft dat dat personage bestaat en ook op die manier denkt en doet. Hij is echt nog behoorlijk leuk en redelijk intrigerend. En dat is echt wel te danken aan de combinatie van Bautista's talent en Ryan Johnson's greep die hij op die acteur heeft. Nog steeds niet de rol waarin ik Bautista het liefste had zien spelen. Maar ik ben al lang blij dat dit een betere rol van hem is dan gemiddeld over de laatste jaren. Dus dat was wel zo ongeveer de hele ensemblecast. Zoals ik al zei, die in de vorige Knives Out film is over het algemeen beter. Wat zowel talent betreft als hun bijdrage aan het al... gele plot, maar er zijn hier zeker formidabele uitschieters in de vorm van Daniel Craig, Janelle Monáe en Kate Hudson. De regie van Rian Johnson zelf. Het is overduidelijk echt wel een film met zijn eigen persoonlijke stempel en stijl erop. Best wel veel van wat zo succesvol was in de eerste Knives Out, dat heeft hij overgedragen naar Glass Onion. Knives Out voelde alsnog stukken gestroomlijnder en effectiever. Ten eerste omdat het script ook best wel een stuk simpeler en makkelijker te begrijpen was. En dat was al best wel een complexe en interessante twist op de whodunit. Dus dat moet je een beetje met de korrel zout nemen terwijl ik dat zeg. Dit script is nog 10 keer ingewikkelder. En er zijn veel meer verborgen aanwijzingen en lagen en draadjes. Je moet echt behoorlijk wat geduld hebben als je deze film kijkt van zo'n 2 uur en 20 minuten. Echt elke scène is heel belangrijk gegeven de informatie die erin wordt getoond. En als je hersenen dat niet allemaal aankunnen, al die informatie zo snel verwerken, dan kan het op een gegeven moment wel gaan voelen alsof de film zich een beetje voortsleept. Alleen maar meer en meer informatie geeft, maar nog niet echt een oplossing biedt. Je moet daarvoor echt wel een flink deel van de film uitzitten. En wat dat betreft had Rian Johnson soepeler film en tempo afgeleverd met de eerste Knives Out. Ik prijs hem alsnog heel erg voor de kwaliteit van het script, want het moet echt een godsmoedelijke klus zijn geweest om dit script en alle twists en de structuur ervan helemaal uit te pennen en het ook nog te laten werken. Het is niet vlekkeloos. Ik zag wel een paar plotgaten en onbevredigende eindjes die niet zo goed afgerond werden. Maar het is zeker een film die ik opnieuw zou kijken met andere ogen, gegeven de twists waar ik nu van op de hoogte ben. En dat is echt wel iets waar een whodunit in geslaagd moet zijn. Je wil hem uiteindelijk opnieuw kijken en met je eigen ogen en oren weten wat alle andere karakters nog niet weten door de informatie die je uit de eerste keer kijken hebt gezien. Dus Rian Johnson is in ieder geval in dat doel heel goed geslaagd. Het is gewoon alleen hoe strak en gelikt de eerste film was in zowel stijl als manier waarop de scènes worden geschoten en de acteurs worden gehanteerd. Dat is simpelweg niet zo effectief als eerst. En dat vond ik wel een beetje jammer. Maar nog steeds heel vrij werk. Je kan heel duidelijk nog wel de liefde zien die hij heeft voor dit genre. En hoeveel lol hij heeft in het opzetten van zo'n
complexe plotlijn en het werken met al die personages. De film is geschoten door Steve Yatlin en gemonteerd door Bob Duxé, twee vaste medewerkers van Rian Johnson bij de meeste van zijn vorige films. Ik was heel erg fan van Steve Yatlin's camerawerk in de eerste Knives Out. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van creatieve compositie, camera, bewegingen en blocking. Het past heel goed bij een klassieke whodunit, maar wordt toch op een gegeven moment heel erg creatief. Ik moet zeggen dat die glans er enigszins af was bij Glass Onion. Het heeft nog steeds een hoop heel erg fraaie shots en het kleurenpalet lijkt ook behoorlijk op dat van de eerste Knives Out, maar er zijn nooit echt van die shots die opeens bam tevoorschijn komen en je dan achteraf laten zeggen van oh my god, wat was dat voor iets moois. Ze zijn er wel in spaarzame hoeveelheden, maar de cinematografie is niet consistent van een kwaliteit waarvan je denkt van oh ja, dit is echt gewoon cinematisch genieten. Komt wellicht door de locatie. Het is niet meer een oud herenhuis, maar een tropisch eiland. Dus dat wijzigt wel wat in hoe je de film ook opneemt. Het is nog steeds geschoten met anamorfe lenzen die mijn favoriet zijn. En dat zorgt dus voor een hoop van de mooiste shots. Er zitten heel fraaie scènes in die zich in heel schaars licht afspelen. Vrijwel de hele set is pikdonker met één felle lichtbron die er doorheen klieft. En sommige personages en delen van de set sterk in wit licht hult. Daar was ik heel erg fan van. Maar het kan nog steeds niet echt tippen aan het werk van de eerste Knives Out. Zeker niet slecht of broert. Ik zou zelfs zeggen behoorlijk goed. Maar ik weet dat Johnson nog beter kon dan dit. De montage door Bob Duxé. Nou, ik heb al verteld over de tempo problemen waar Glass Onion mee te kampen heeft. Deed me wel enigszins denken aan The Last Jedi. Die ik een paar dagen terug nog had gezien. Daar waren ook best wel wat tempo problemen. Wat, als je mij vraagt, meer lag aan het script dat Johnson had geschreven dan hoe de film was gemonteerd. Ik heb hier niet zoveel noemenswaardig te zeggen over de montage van Bob Duxé, behalve dat het in heel goede synchronisatie is met het complexe script. Het weet precies waar het moet wisselen om de volgende twist te introduceren of een nieuwe plotdraad bloot te leggen. Dus de editor en de scriptschrijver begrepen elkaar gewoon heel goed. Dat gevoel had ik, maar er zaten niet echt fraaie of opzienbarende trucjes in waar ik zo van hou als het om montage gaat. En die waren wederom wel meer zichtbaar in de eerste Knives Out. Dus dat was ook wel een stapje terug. De muziek die is gedaan door Nathan Johnson, die ook de muziek heeft gedaan voor de vorige Knives Out. Meer dan in de eerste film wordt hier gebruik gemaakt van bestaande liedjes en mainstream muziek in plaats van de originele score. Die vond ik daardoor lang niet zo memorabel als in de eerste film. De stijl ervan is wel heel erg gelijkend. Veel vlug snaargestrijk, wat echt wel behoorlijk de spanning verhoogt op dat moment zelf. Maar het bleef me gewoon niet zo bij. Het gaf me niet echt een prettig gevoel zoals de eerste Knives Out dat deed. En ik denk ook omdat de muziek in die eerste film beter paste bij de omgeving waarin de film zich afspeelde. In dat oude herenhuis. Hier op een tropisch eiland valt die snelle snaarmuziek een beetje uit de toon. Nog steeds zeker geen slechte score, maar wederom een stap terug van wat de eerste Knives Out had gedaan. Waar ik dan weer wel enorm over te spreken ben, is de aankleding van deze film. En dan met name het design van de sets. Al in de eerste Knives Out was het huis van Harlan Trumbly echt heel fraai ontworpen. Het stond vol met prularia en spulletjes en gebruiksvoorwerpen waarin je echt kon lezen wat voor een man Harlan Trumbly was en waarom zijn familie zo op dat huis
was gesteld. Het had gewoon echt heel veel leven en geest en zette direct gewoon de toon en de sfeer voor een klassieke whodunit. Glass Onion gaat een heel andere richting uit met het set design. De omgeving staat nog steeds precies uit wat voor een man het personage is van Edward Norton. Want het is immers zijn eiland en het straalt echt uit gewoon hoe rijk en stapelgek hij is, gegeven wat hij verkiest te doen met al die rijkdom. Er komen echt gewoon props in deze film voor waar je mond van openzakt en waar je soms krom van ligt van het lachen. Ik weet niet hoe ze op al die ideeën zijn gekomen, maar oh my gosh, dit is echt wel een van de mooist gedecoreerde films die ik dit jaar heb gezien. Je kijkt je ogen uit en zeker bij een whodunit is dat absoluut belangrijk dat je aandacht besteedt aan wat er zowel op de voor- als achtergrond gebeurt en dat je je bewust bent van de locatie waarin de personages zich bevinden. Wat er op dat moment aanwezig is op die sets qua props is soms cruciaal en dat is zeker het geval in Glass Onion. Echt petje af voor die production designer Rick Heinrichs, die ook heeft gewerkt aan de vorige Knives Out. En diezelfde hoge prijzing die geef ik aan kostuums en de make-up, die wederom een fantastische prestatie neerzetten om te vertellen wie elk personage is en hoe ze in het leven staan. Zowel de meer extravagante als de subtiele en ingetogen karakters, die zijn gewoon direct zichtbaar en hebben een aura dat heel snel bepaalt of je ze charismatisch vindt of niet. Zoals Dave Bautista, die steeds in een veel te kleine zwembroek rondloopt met al die tattoos over zijn hele lijf. Of Janelle Monáe in haar prachtige, statige, zakelijke pak. Of Kate Hudson in haar extravagante jurken of bikinis. En last but not least, Benoit Blanc in heel modieuze zomerkleding en sjaaltjes en zomershorts. Echt fantastisch. Gewoon, de kostuums in deze film zijn verrukkelijk. Ik hoop echt dat Knives Out een nominatie weet binnen te slepen in of costume design of production design, want daar heeft het echt wel recht op. Dan als laatste de sfeer. Nou, het is een whodunit, dus het wordt op een gegeven moment echt wel spannend. Maar Glass Onion is zo geconstrueerd dat de spanning echt op begint te leven op momenten dat je het absoluut niet verwacht. En hij zakt op een moment waarvan je aanvankelijk denkt, waar was al die opbouw nou goed voor? Dat voelt niet echt bepaald bevredigend. Maar op het moment zelf zit je gewoon zo met je vuisten dichtgeknepen naar het scherm te kijken, biddend dat het niet gaat op de manier die je vreest met specifieke karakters. Als die spanningsboog omhoog knalt om daarna weer omlaag te golven, dan knalt hij ook echt goed omhoog. Rian Johnson heeft daar heel erg scherpe controle over. De film is ook zeker super grappig. Niet zo hilarisch en creatief in zijn humor als de eerste film, wederom. En bepaalde onderwerpen die Johnson aanstipt zijn heel actueel. Soms een beetje te meta en neig je eerder naar, ish, moest dat nou echt op die manier erin verwerkt worden. Zonder verder te spoileren, het speelt zich af tijdens de coronapandemie. En hoe dat is voor deze personages en hoe ze met bepaalde thema's omgaan die rond die tijd zich afspeelden, dat is zeker herkenbaar en soms kan het ook echt wel even het bloed onder je nagels vandaan halen. Dus wees erop voorbereid dat soort grappen de revue gaan passeren. Wat emotionele impact betreft, de eerste Knives Out, die moest dat vooral hebben van de rol van Marta Cabrera en haar relatie met Harlan Thrombey. Je kreeg heel veel en snel aan sympathie voor haar, gegeven het aandeel die ze had in de dood van Harlan Thrombey en dat ze een hoop van de ellende die op haar schouders kwam niet verdiende. Deze film die gaat een heel andere richting uit wat emotie betreft. En het is soms zo complex dat je op
bepaalde momenten waarin het duidelijk is dat je wat hoort te voelen, dat dat gevoel nog even op zich laat wachten, omdat je eerst nog aan het uitvogelen bent van, wacht, zit het nou zo en zo? Dus ik denk dat Ryan Johnson misschien een beetje veel hooi op zijn vork heeft genomen wat dit script betreft. Het is soms te gecompliceerd voor de gemiddelde kijker en niet alles klopt 100%. Maar als je het kunt uitvogelen en bijbenen, dan is de climax en de verschillende twists zijn allemaal echt heel bevredigend. En ik sloot de film echt wel af met een grote grijns en een gevoel van, what the fuck did I just watch? Het is alles bij elkaar een heel fraai gemaakte film met overduik wederom liefde voor het genre. Een uitstekende cast waarvan sommigen wel wat meer aandacht of diepgang hadden mogen krijgen. Qua technische elementen is het net wat minder geslaagd dan de eerste Knives Out en ook wat het script en tempo betreft. Maar op zichzelf is dit alsnog een filmprestatie van groot formaat die ik met plezier opnieuw zou gaan kijken. Ik geef het een 8.4 van de 10. Laat graag weten wat jullie vinden van Glass Onion, A Knives Out Mystery. En dan zie ik je de volgende keer bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber met een nieuwe recensie. Dat wordt dan Avatar The Way of the Water. En direct daarna mijn top 10 slechtste en beste films van 2022. Goodbye, stay safe, fijne jaarwisseling en live long and prosper.